Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Een hele goede avond. Mijn naam is Emin Kesesi en welkom bij Education, aflevering 26 inmiddels. En voor de mensen die terugkijken, we zijn na oud en nieuw weer begonnen met de nieuwe reeks van afleveringen waar wij echt naar uitkijken. En we starten met een unieke, mooie aflevering, ook naar aanleiding van wat er gisteren is gebeurd, dat de lockdowns worden verlengd. Maar hoe gaat het nou met onze jongeren? Kunnen zij het aan? Hebben zij een mooie ervaring nu er thuisonderwijs is? Of hebben ze het heel erg zwaar? Daar komen we vandaag achter. Yassine. Ja, nieuw seizoen, man. Zin in, hè? Ja, ben je zenuwachtig dan of niet? Ik ben wel zenuwachtig om even een beetje inkomen, maar ik vind het ook wel mooi dat we eindelijk ook echt aandacht geven puur voor jongeren. Ja, hoe wij zijn docenten, het is wel leuk hoe het allemaal gaat in het onderwijs, maar hoe zit het nou echt met het algemene belang? Dat zijn onze jongeren natuurlijk, ja. Dus dat maakt het wel natuurlijk ook mooier. Dus we gaan ook op een gelijkwaardig niveau vandaag met hun in gesprek. Ik hoop het. Ik ben benieuwd naar wat jullie ervan vinden. In de studio hebben we natuurlijk gasten. We hebben ook gasten in de Zoom. We gaan eerst even kijken wie we in de studio hebben. Wieke, nou ja, de vorige keer was je ook in de uitzending, had je al wat woorden voor Rutte. Welkom, kan je vertellen wie je bent? Ja, ik ben Wieke Dekker, ik ben 16 jaar oud. Ik zit op Media College Science Specialist opleiding. Jij kan niet wachten om te vertellen wat je van vindt, denk ik. We hebben Leila in de studio. Nou, ik ben Leila, ik ben 21 jaar, kom uit Amsterdam en ik ga beginnen bij In Holland. Ja. Voor jou ook de tweede keer? Ja, voor mij ook de tweede keer, ja. Yes. En we hebben ook weer in de Zoom. Zeker, nu je het ook zegt, het woord Zoom. Ook onze kijkers kunnen vandaag meepraten, meediscussiëren ook, of hun ervaringen delen. En dat kan via www.dezwijger.nl. En dan ga je naar het programma van vandaag, Education, aflevering 26. En dan heb je de optie praat mee via Zoom. Als je daar inlogt, dan kan je ook vragen stellen of je ervaringen delen. En dat komt ook hier op de iPad. Maar wij hebben ook in de Zoom twee hoofdgasten, twee mooie gasten, waar wij les aan geven of hebben gegeven. De eerste die ik wil voorstellen is Jamie Maaswinkel, MBO-student, ambitieus en heel erg vrolijk. Welkom. Zou je wat over jezelf kunnen vertellen? Ja, ik ben Jamie, ben 17 jaar, kom uit Amsterdam en ik volg de opleiding Verkoop Cosmetica op het MBO ROC Rai. Oké, okay. En je sidekick zie ik daar in het donker, heel erg mysterieus, maar wel echt een mooie, talentvolle jongen. Dat is Emmanuel Depp. Emmanuel Dapp, yes. Of Depp? Nou, wat jij lekker vindt. Ik hou het bij Emmanuel Depp dan. Maakt niet uit. Je bent ook een MBO-student, welkom. Ja. En ook een songwriter en je maakt muziekjes, et cetera. Yes. En heb je daar nog wat toevoegingen? Ja, ik ben Emmanuel, ik ben 22 jaar, kom ook uit Amsterdam, zit op ROC Rai, doe mode, verkopen mode, niveau 2, eerste jaar. Ik hou ook, mijn hobby's zijn muziek maken, ik heb mijn eigen studio in mijn kamer, dus daar besteed ik ook heel erg mijn aandacht aan. En ja, dat is een beetje wat ik doe. Nou, leuk dat jullie beiden zijn. We komen zo op terug. Yes, dat is zo. Ja, Emin, ik heb eigenlijk twee meiden uitgekozen, omdat ze eigenlijk op school altijd wel hun mondje klaar hadden. En menig leraar ook soms in de hoek zetten met discussies. Dus ik ben echt benieuwd hoe jullie dan over... Wat was jullie eerste gevoel naar gisteren? Als je dat dan hoort. Heb je gekeken, Wieke? Ja, ik heb gekeken. Ja. En er wordt vooral weer gezegd van blijf binnen. En hetzelfde verhaal zoals altijd. En ik heb nog steeds geen bedankje aan alle jongeren gehoord. Van hey, ga zo door met de thuislessen. Of hey, bedankt dat jullie nog steeds niet al die feestjes organiseren. Of hey, bedankt dat jullie nog niet in opstand komen. Van nou, wij zijn er klaar mee. Ik wil ook een stukje aandacht. Van, ja. Dus, want vorige keer kon je nog inhouden. Heb je nu wel zoiets van, ik wil in opstand komen dan? Ja, ik heb echt zoiets van, ik ga nu ook gewoon doen wat ik wil. Want er wordt niet echt, ik heb niet het idee dat hij luistert naar wat de jongeren in Nederland vinden. En zoals de mensen die op dit moment gevaccineerd worden. Er zijn heel veel oudere mensen die zeggen van, hey, ik ben alleen wonend thuis. Ik vind dat de jongeren eerst mijn prik mogen. Van, hun kunnen dan gaan feesten. Hun kunnen naar winterfestivals aankomende zomer. En dan denk ik van, er waren dus mensen die hebben gebeld met RIVM. Van, hey, mag ik mijn prik afstaan naar de jongeren? Ja. En dat mag niet. Okay. En dan heb ik ook zoiets van, wat wil je? Wil je ons op een bepaald punt houden, gevangen houden? Ja, want je hebt het gevoel dat je helemaal achteraan staat. Ja, eigenlijk wel.
Ja. Ik wil dit jaar ook gewoon naar mijn festivals kunnen en die alleen wonende ouderen. Het was wel een idee om festivals te laten doorgaan. Dat was het idee en dan moet ook iedereen gevaccineerd zijn en zo. Maar dan denk ik van, nou ja, weet je wat het is? Mijn moeder die gaat niet de deur uit, weet je. En ik ben elke dag buiten te vinden, dus waarom word ik niet gevaccineerd? Laat mij maar lekker snel doen, dan kan ik straks weer mijn feestjes bouwen. Ja. Trouwens, daarover heb ik een vraag. Ik hoor steeds meer van jongeren, ook vooral studenten, via dat zij uiteindelijk, ze hebben gezegd, door de week gaan we soms niet naar school. Dus, en dan vraag ik van, hoe komt dat? Ja, dan hebben we een feestje gehad, et cetera. En ik denk van, maar door de week, normaal doe je dat toch in het weekend? Ja, als we dat in het weekend doen, dan worden we sowieso gepakt of aangeklaagd. Dus de jongeren zijn nu illegaal door de week huisfeestjes aan het lanceren. Is dit een opstand terecht? Hoe denk jij daarover? Ik vind het niet per se dat je het moet zien als een opstand. Maar het is meer van, als je het in het weekend doet, de politie is, en of wie er dan ook controleert, is juist nu gefocust op de weekenden. Van oké, dan hebben de jongeren vrij, geen thuislessen, dus dan gaan ze dat juist doen. En nu zijn ze dus van, nou, door de week die feestjes aan het houden. En ik snap het wel. Ik denk, ja, er wordt sowieso wat minder gecontroleerd, omdat er al genoeg incidenten zijn de hele week door. En dan denk ik van, ja, kom op. Wij willen ook gewoon ons ding een beetje doen. We willen ook iets vrijer zijn. We willen gewoon zijn wat we horen te doen en wie we zijn en et cetera. Dus ik geef ze groot gelijk. En ja, weet je, het is als je gewoon een beetje uitkijkt. Nou, ik zeg ook niet dat je met 50 man in één zaal moet gaan zitten. Maar je kan best wel met wat mensen een drankje doen of wat je dan ook wil gaan doen. Maar houden we dan geen rekening mee om onze ouderen te beschermen? Of is alle het informatie die de RIVM aan ons stelt van nou, dat jongeren juist eigenlijk een brandhaard kunnen zijn voor kwetsbare ouderen? Of denk je dat het media een beetje in je, ja, wat jouw mening is? Geloof je dat? Ja, geloof je dat? Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Ja. Ik weet ook niet, er worden ook nu zoveel complottheorieën gezegd. En bij de een denk ik van, nou, goh, ik zie ergens wel een puntje dat ik denk, oké, daar hebben ze gelijk. Maar aan de andere kant denk ik ook van, jongens, gaan we nou met z'n allen die complottheorieën verzinnen? Kom op. Van, er zijn echt mensen heel erg ziek op deze wereld. En dan, ik weet niet. Het is echt nog zo'n middelpunt dat je denkt van, ja, een soort van weegzaal die nog niet zo in balans is. Ja, precies. Leila, waar zou je nu het liefst willen zijn? Op vakantie. Op vakantie. Ja. Er gaan mensen op vakantie. Maar dan zijn ook wel mensen die zeggen van, ja, dan gaat de heel klein naar Dubai en dan is die in Dubai. Ja, maar ik snap het wel. We moeten gewoon even eerlijk zijn. Hij heeft er geld ervoor. Hij kan gewoon gaan. Hij kan vliegen. Hij doet de coronatest. Wat is nou eigenlijk het probleem? Vind je dan niet egoïstisch? Of? Nee, ik vind het niet egoïstisch. Want eerlijk gezegd, als ik het ook kon doen, had ik het ook gedaan. Ik denk de meeste mensen ook dat het hadden gedaan. Ja. Volgens mij lacht hij ons ook uit, toch? Toen de lockdown. Dat we in lockdown zaten. Ja. Ja. Ik weet niet of ik het gedaan, want ik heb geen social media. Maar ik bedoel van, kijk te veel naar zijn leven, weet je. Voor wat eigenlijk? Mm. Als mensen op vakantie gaan, moeten ze lekker op vakantie gaan. Zo doen is die coronatest. Hij is negatief, mogen ze eigenlijk gewoon gaan. Mm. Als ze het geld ervoor hebben, kunnen ze gewoon gaan. Ja. Wat mis je het meest nu? Dat je gewoon, als je op straat bent, dat je gewoon lekker een drankje kan doen. Dat je ergens naartoe kan gaan. Die is alles gewoon zo beperkt. Ja. Je gaat een drankje halen bij Starbucks of zo. En ja, het is gewoon in de rij wachten en weer naar buiten gaan in de kou weer. Hoe ziet je dag er dan nu uit? Mijn dag? Mijn dag ziet er wel verschillend uit, hoor. Af en toe nodig gewoon vriendinnen uit. Doe gewoon thuis, gewoon spelletjes spelen. Alles is gewoon eigenlijk letterlijk binnen. En zeggen je ouders dan niks? Nee, mijn ouders zeggen niks, nee. Nee? Oh, ik doe het af en toe ook bij mijn tantes huis, hoor. Het ligt eraan. Dat is iets anders net. Dus. Ja. Ligt er net aan. Ik probeer het wel gezellig te maken. Ja, je probeert er wat van te maken. Ja, vooral in de winter. Kijk, als het zomer was, kon je nog naar buiten. Kon je nog wandelen, maar nu is het gewoon veel te koud. Dus je moet gewoon wel binnen blijven. Ja. Wat is voor jou het grote verschil tussen de eerste lockdown en nu? De tweede nu, eigenlijk. Ja, of we geen vrijheid hebben of zo. We kunnen echt nu letterlijk niks doen. Alles is gewoon beperkt. Ja, nu is alles minder. De zomer kon je nog wel ergens zitten. Kon je nog wel een ijsje halen ergens. Maar nu kon je echt letterlijk niks doen. Je kan niet eens naar de Action of naar de Primark of de Stad in. De Zara. Helemaal niks gewoon. Al je leuke dingen zijn. Al die leuke dingen kan gewoon niet meer. Hoe lang hou je het nog vol? Ja, ik ben nu wel zat hoor. Toen hij gisteren zei de 9 februari, dacht ik, het duurt nu echt wel even te lang hoor. Ja. Ja. En wat als ze uiteindelijk zeggen van tot 1 september lockdown. De dat is wel heel ver, hè? Ja. Maar wat als? Stel je voor dat ze echt zeggen van, nou, het gaat echt zo werken. De Britse variant neemt over. We moeten nu echt, echt voorzichtig zijn. Behalve kwetsbare jongeren, die mogen wel naar school. Maar voor de rest houden we gewoon zoals het is. Misschien iets strenger. Avondklokken in, et cetera. Dus dat om de jongeren, zeg maar, niet s'avonds te betrappen. Ja. Wat als dat allemaal gaat komen? Nou, dan ben ik zo op vakantie. Ja, dat sowieso, want ik ga niet hier blijven, nog tot 1 september niks te doen. Maar dat vind ik ook, als ze een avondklok induren, moet je ook naar de andere landen kijken. Landen hebben avondklok, maar ze kunnen in de middag gewoon naar de restaurant. Winkels staan gewoon open. Dan moet dat ook hier gebeuren. Ze kunnen geen avondklok huren en je kan nog steeds niks doen. Ja, wauw.
Ja, het klinkt wel. Stel je zou Rutte spreken, wat zou je dan zeggen? Wat is jouw argument om te zeggen van, hey, we willen meer. Waarom hebben jullie dat nodig? Ik weet niet, ik denk dat jongeren ook best wel veel sociale kanten hebben. Dat valt nu allemaal weg. En dat is ook niet goed. Mm. Mensen vervelen zich, dan gaan ze gekke dingen doen. Dan gaan ze juist van die huisfeestjes geven. Met lachgas, met dit, met dat. Ja, dat wordt er ook niet beter op. Dus denk ik, ja, het duurt gewoon allemaal veel te lang voor ons. Bestaat lachgas nog? Ja, lachgas bestaat zeker nog. Okay. Ja. Diek, hoe lang ga jij dit vol? Ik hou dit niet heel erg lang meer vol. Vorige keer was je nog wel echt vastberaden en zei van, weet je, ik hou me nog aan de regels. Maar nu klinkt het alweer een beetje alsof je dat hebt losgelaten. Klopt, ik heb het ook wel wat meer losgelaten, omdat ik zeg heel erg, daar ben ik zelf ook wel een beetje voor. Het is, zolang je iets niet mag, wordt het alleen maar aantrekkelijker en aantrekkelijker. En als mensen zeggen van, hey, kom, we hebben een feestje, van, dat is sowieso al leuk. Maar nu, omdat het juist niet mag, geeft het toch meer een kick van, hey, jongens, het mag niet, maar wij doen het toch. En dan denk ik van, ja, ik wil ook gewoon met mijn vrienden chillen. En zoals bijvoorbeeld die avondklok. Nou, sorry, maar alsof corona na 8 uur niet meer optreedt. Ja, maar, nou, sorry. Hoe wordt er thuis op gereageerd dan? Kijk, mijn moeder die houdt zich gewoon aan de regels. En wij doen alles netjes. Handen was je thuis komt, weet je. En we houden dus ook aan regels. We gaan ook niet te veel mensen uitnodigen, helemaal niet. Maar als tegen mijn moeder zeg ik, ja, ik ga naar buiten. Dan zeg ik gewoon met wie. Mm-hmm. En dan zegt ze, oké, ga maar. Want ze weet gewoon dat ze mij niet kan tegenhouden. En ze weet, als ze mij gaat tegenhouden, dat het dan ook weer gaat botsen en niet goed gaat komen. Dus mijn moeder dat laat heeft mij... heeft ze geprobeerd misschien? Ze heeft het misschien wel geprobeerd. En ze heeft ook echt altijd het beste met me voor. En ook met haar gezondheid altijd. En maar ze laat me nu wel wat meer los als in van, nou, kijk gewoon uit met wat je doet. Je weet hoe je ermee om moet gaan. Ja. En dan laat ik jou gewoon vrij daarin. Zijn jullie nou als jongeren ook in conflict met jullie ouders? Zijn er veel discussies, zeg maar, die je met ouders nu voert? Of laten ze jullie? Ik hoor van jou nu dat ze je laten. Is dat geen discussiepunt meer? Ja, mijn ouders laten ook. Of als ik mensen meeneem, gaan ze gewoon nemen mensen mee. Maar dan zeg ik, ja, wat moeten we dan doen? Ja. Ja. Voor de rest niet echt een discussie of zo. Ja. Ze kunnen jullie moeilijk tegenhouden. Ja, wat willen ze doen? Dat we op straat hangen? Ja, dat mag ook niet. Nee, dat mag ook eigenlijk niet, maar ja. Maar het ligt er ook aan hoe volwassen je bent en hoe je ermee omgaat. Ik bedoel, kijk, als je met z'n 15 op een zolder gaat zitten... en je gaat van alles, jointje gaat naar jointje, tank gaat naar tank, glas gaat naar glas. Kijk, dan snap ik dat je als ouder zijn en niet daar blij van wordt. En zeker niet als het 15 personen per keren zijn, de verschillende. Dan snap ik dat je als ouder een keer gaat zeggen van, nou, goh, ik ben het hier niet allemaal mee eens. Dan kan ik het begrijpen. Maar als je gewoon twee vriendinnen uitnodigt en je gaat een filmpje thuis kijken... Ja, dan is er niks aan de hand. Is er toch niks aan de hand. Zitten jullie bij elkaar of is er wel afstand? Nee, je zit wel bij elkaar. We moeten niet liegen dat we afstand houden. Waar ik nou benieuwd naar ben, hè? Ik bedoel, jullie zijn een aantal jaar op school. Merken jullie ook bij je vrienden of vriendinnen of klasgenoten gedragsveranderingen? Dat ze voor de lockdown anders waren en nu opeens anders zien. Docenten die geven hun les. Soms krijgen ze sociaal wenselijk antwoord dat het gewoon goed gaat. Maar jullie zijn dichtbij je leeftijdsgenoten. Zien jullie wel dat je vriendin of je vrienden of kennissen die eerst heel erg enthousiast waren, maar door de corona dat ze even in een dip zijn gekomen? Of valt het wel mee? Valt wel mee, hoor. Ik zie wel dat mensen wat meer geïrriteerder zijn of zich meer vervelen. Maar dit zit niet echt een dip, heb ik me nog niet meegemaakt. Nee, ik heb mensen juist lak zien krijgen aan heel veel regels die er eigenlijk sowieso wel waren. En ik zie heel veel vrienden van mij zie ik juist om mij heel veel dingen gebruiken. Of die zijn in één keer vet hoog gegaan op bepaalde dingen. Dat ik denk van, wow, jou kende ik niet zo. Ze experimenteren meer dan voorheen, bedoel je? Ja, en ook omdat er nu misschien ook, het is, nou, je gaat bijvoorbeeld thuis zitten. En alles is ook wel wat makkelijker te krijgen. Van, ik bedoel, de coffeeshops zijn nu dicht. En heel veel jongeren hebben daar een kans in gezien. Van, hey, dan ga ik de buurt in. En dan ga ik verkopen en zo. En dat is wel echt allemaal veel makkelijker geworden. Doet dat heel veel handel is? Ja, de handel is heel groot op dit moment. Wat is er nu dan te krijgen wat er voorheen niet was? Zo makkelijk? Denk aan vooral ik weet niet, de... Ik ben niet op straat, dus denk, ik weet het. Maar het is 20 jaar geleden. Ik zeg dus heel eerlijk, denk vooral aan de tanks en dat soort dingen. En mensen bestellen ook grotere hoeveelheden van. Mm-hmm. Ik denk dat het ook is. Want eerst ging je eigenlijk gewoon naar shop. Kocht je een grammetje dit bijvoorbeeld of dat. En nu, ja, mensen zijn gaan één keer naar 5 gram op een dag gaan. Dat ik denk van, jou ga ik niet meer spreken gewoon. Is het klaar? Is goed als je dat wil doen, geen probleem, jouw keus. Maar niet bij mij. Het is extremer geworden. Het is veel extremer. Ja, okay. Wow. Ja, wat eigenlijk bedoelde is van, je hoort wel vaak op school ook van, we maken ons zorgen van hoe het met jullie gaat, ja. Weet je, omdat we het niet weten, natuurlijk. En jongeren reageren, nou, sommigen gaan meer experimenteren juist, en anderen zeggen van, nou, we proberen het beste van te maken. Ja. Maar heb je een idee van wat voor impact dit gaat hebben op jullie leven? Of zijn jullie daar dan niet mee bezig van, oh, we zijn nu al een jaar eigenlijk, zijn jullie kwijt van jullie jeugd misschien?
Ja, ik denk wel als het in de zomer nog steeds niet voorbij is, dan gaat het mis. Ja? Ja, dat sowieso. Mensen zijn nu echt helemaal zat, jongeren zijn zat. Als ze niet meer naar festivals kunnen gaan, ze kunnen niet meer uitgaan of een drank ergens lopen doen, gaat het wel echt helemaal mis in de zomer. Ja. Voordat we naar de Zoom-sprekers gaan, heb ik nog even een laatste vraag. Vaccineren, gaan jullie het doen, ja of nee? En waarom wel, waarom niet? Jij mag eerst. Ja, ik ga voor ja. Ik ga vaccineren. Sowieso omdat mijn moeder dat wil. En ik heb zoiets van, kijk, iedereen zegt, je weet niet wat erin zit, dit en dat. En dan denk ik van, ja, sorry, dat ik zeg maar, je weet ook niet wat er in die griepprik heeft gezeten. En dan zeggen ze zo van, ja, maar dat is 5 jaar lang getest. Maar als je kijkt naar alle troep die je ooit hebt laten inspuiten op vaccinaties, kijk, doe dit ook maar gewoon. En zodra ik straks naar mijn festivaletje kan, vind ik alles best. Ik vind het prima. Als ik straks dan weer immuun ben voor... En ik kan al mijn ding doen en ik kan in vrijheid weer gaan leven, vind ik het prima. Wanneer denk je dat jij aan de beurt bent met de vaccin? Ik denk dat die... Ik weet niet, maar zoals het er nu uitziet... Ik vind het best wel langzaam in tempo gaan. Mm-hmm. Ik denk begin zomer dat weer wij jongeren een keer aan de beurt zijn. Ja. En dan net voor het festivalseizoen dat nog steeds niet iedereen kan. Want het festivalplan is afgeblazen. Ja. Ja, sorry, dan gaan festivals thuis gehouden worden in grote achtertuinen. Ja, in het Gooi, Blaricum. Iedereen gaat daar een festival gooien, stieke. Denk ik. Ja. Leila, ga jij je laten vaccineren? Dat wijs ik wel heel erg aan. Gewoon 2 dingen. Ik ben bang voor prikken, dus een ding. En ja, ik weet niet. Ja, aan de ene kant, als ze tegen mij zeggen, je mag niet meer op vakantie gaan. Je mag het buitenland niet meer uit. Dan neem ik hem. Sowieso. Ja. Als je weer mag doen wat je zou willen doen. Ja. Maar als ze tegen mij zeggen, ja, je mag niet naar een festival gaan. Alleen dat of zo. Dan zeg ik, nee, dan hoeft het ook weer niet hoor. Ja. Was toch daar klaar mee, dus maakt het niet uit. En je ouders? Mijn vader zou het wel nemen, volgens mij. Jawel, mijn ouders zouden het wel nemen. Denk het wel. Ja. Maar is die prik iets, en dan gaan we naar de Zoom, is die prik iets wat bij jullie speelt? Of denken jullie van, ja, het zal wel eigenlijk? Ik hoor wel heel veel mensen zeggen dat ze het niet gaan doen. De jongeren? Ja, ja, ze gaan het niet doen. En ze worden beïnvloed door social media. Ja, ze zeggen ook van, ons gebeurt er toch niks als we corona krijgen bijna. Dus waarom moeten wij het doen? Oké, wacht. Dan wil ik iets weten. Wat is de gekste complottheorie die je hebt gelezen online? Oh ja, chip. En dat mensen en dat de overheid de jongeren onder controle wil krijgen omdat ze klaar zijn met het gedrag. En dat iedereen die drillrap en al die fetes en die ruzies en zo. En dat ze zogenaamd dat er iets in zou zitten. Wat je onder controle houdt, dat je getemd wordt. Waardoor jongeren helemaal zo als plantjes worden of zo. Ja, ik zie mensen straks al zwevend over straat gaan. Zogenaamd. Okay, laatste vraag. Wat is jouw gekste theorie over? Dat ze die kunnen volgen en zo, dit en dat. Maar ja, ik heb altijd hem kunnen volgen. En dan volg je me toch. 4G en dat soort dingen al. Oh, ja. Het was zulke dingen, maar ja, ik weet niet of ik het moet geloven, hoor. Onzin. Okay. Geloven jullie het? Ja, oh ja, goede vraag. Ja. Ja, we hebben met elkaar over gehad van, zouden die prik nemen? Ik weet wat jij hebt gezegd. Dus ik ga kijken of jij nu ook hier online niet de waarheid zegt. Nou, eerlijk, laten we eerst even de kwetsbaren vaccineren. Dat heb je niet gezegd. Wat heb ik gezegd? Wat jij precies hebt gezegd is, laten we eerst kijken hoe mensen reageren die de eerste prik hebben gehad. Ja, als zij niet omvallen, dan neem ik hem ook. Ja, sociaal wens ik antwoord, toch? En ik zei ja, ik ook. Nee, maar ja, toch. Even eerlijk, uiteindelijk gaan we wel gewoon allemaal vaccineren. Maar ik wacht echt wel. Ja, denk je dat we allemaal gaan vaccineren? Ja, maar wel fase 2 of 3, dat er dan minder complicaties zijn. Ik bedoel, alles heeft... Vooralsnog, alles wat er nu gaat is... Er zijn geen bijwerkingen, zeggen ze. Mm-hmm. Maar laten we even eerst de voorrang geven aan onze kwetsbare ouderen. Weet je wat ik benieuwd naar ben? Maar stel als je het niet wilt, wat gaan ze dan doen? Op een gegeven moment gaan ze toch geen vliegtoestemming geven... dat je niet mag reizen, et cetera. Dus ga je beperken. Dat je niet die leuke dingen mag doen. Dus ga je beperken in je vrijheid. Ja, maar dan denk ik van, als de meerderheid is gevaccineerd... dan gebeurt er toch bijna niks meer. Nee. Klopt zo, als jij de laatste niet. Bent die gevaccineerd is. Ja. Moeten leraren heel vroeg gevaccineerd worden? Wat vind je daarvan? Of vinden ze dat zelf moeten kiezen? We kunnen niet bepalen wie eerst gaat vaccineren, wie niet. Mensen moeten dat zelf bepalen. Klopt. Maar leraren en leerlingen eigenlijk zo snel mogelijk. En dan kunnen wij in ieder geval allemaal weer naar school toe. En dat is, maar ja, dan heb je weer, als je ouders het niet willen. Ja, daar ga je. Oké, we gaan een afsluitende vraag. We hebben iets in de Zoom. Een vraag van Janisha. Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie minder... verspreidingsband, zonder dat het misschien te veel van jullie gemoedstoestand, dat jullie last van gaan hebben. Maar dat jullie wel een bijdrage kunnen leveren. Op welke manier kunnen jullie een bijdrage leveren dat het niet te veel wordt verspreid? Wat is nog mogelijk? Ja, wat moeten we nog meer doen eigenlijk? Even kijken. Ik weet niet. Ja, ik ben sowieso niet veel met ouderen, dus ik verspreid sowieso denk ik niks. Maar, nee. Je zoekt in ieder geval geen mensen op? Nee, ik zoek geen mensen ouderen op. In ieder geval? Geen ouderen. Nee, als dat ik ben ik alleen met jongeren, dus...
Nou, ik denk dat de helft van de jongeren dan kan gaan stoppen met werken in de supermarkten. Want hoeveel ouderen daar komen, gewoon even voor een lol een boodschap halen, is niet normaal. En hoeveel jongeren dan ook werken. Maar ja. Vinden jullie zelf een verspreidingsbron, zeg maar, een soort van dat jullie brandhaard zijn? Ik weet niet hoor. Het is wel dubbel. Ja, het is dubbel. Ja, verspreiden is meer. We hebben het gewoon met hetzelfde lichaam. Dus jij kan het ook verspreiden. Ja. Iedereen kan het verspreiden. Maar ik zit niet bij feestjes. Maar kijk, als je in de ouderenzorg werkt... Ja, dat is het ding. Ze denken dat wij allemaal feestjes zijn. Ja, dat is maar de ouderen hebben ook meestal... ja, niet netjes gezegd, maar hebben ook gescheid gewoon. Want die gaan ook naar de supermarkt. Ik wil ook geen mondkapje dragen, dit en dat. Ja. Okay, dus, maar jullie hebben zoiets van, zij doen het, dus wij doen het ook. En zo blijft het een beetje... Ja, die weegschaal is nog steeds niet in balans. Kan je alleen zeggen, de jongeren doen het. Dat is het. Maar als het echt moet, doen jullie het dan? Als het echt moet om die ouderen te beschermen? Ja, natuurlijk beschermen we ze wel. Als we dat echt willen, als mensen dat echt willen, doen ze het heus wel. Ja. Jawel. Dus als we jullie echt zouden dwingen, zou je zeggen, okay, we doen het. We houden ons echt wel strikt aan de regels. Jawel. Maar dat is volgens mij als jullie vooruitzicht hebben. Ja, maar... Ik vind het zo mooi, echt zo nobel. Groot hart hebben jullie allebei. Ja, we zouden het zo doen. Maar ik bedoel van, als jij een feestje geeft met alleen jongeren, toch? Ja. En die spreekt af wat sowieso niet gaat gebeuren, denk ik dan maar. Van, we gaan geen ouderen opzoeken, toch? Ja. Is er ook eigenlijk niks aan de hand? Nee. Zeg de overheid dan, want als je niet met ouderen... Hoe zeg je dat ook weer? Contact komt, dan is er niks aan de hand, zeggen ze eigenlijk bijna. Alleen, maar het is jullie. Volgens mij hebben jullie gewoon een einddatum nodig. Ja, en dan is het. En dan kunnen we daarop ons gaan focussen. En tot die tijd zijn we... 1 september 2021. Nee. Dat hou ik niet vol. Dan ben ik... Dan stop ik. Het is allemaal te lang. Dat is het gewoon. Ja. Dames, jullie hebben echt hele goede antwoorden gegeven. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Dit was het eerste gedeelte van de show. We gaan naar... Ik zag een oud-leerling van mij, Jamie, zag ik in de Zoom. Jamie, goedenavond. Goedenavond. Hi. Hallo. Je hebt een beetje naar de dames zitten luisteren. Hoor je mij? Ja, we horen je goed. Heb je een beetje naar de dames zitten luisteren? Oh ja, ja. Ja, ik heb ze gehoord. Oké. Okay. Ja. Is dat een goede ding hoor. Hebben ze goede dingen, Sir? Ja, ja. Ja, hoe heb jij gereageerd op het nieuws? Ja, ik denk dat iedereen zelf heeft gereageerd op het nieuws. Niet leuk natuurlijk. Je hoopt dat je gewoon na zo'n lange tijd eindelijk weer naar buiten kan gaan om toch spullen te halen in de stad of dingen, weet je wel. Maar alles is gewoon nog steeds dicht. Jamie, ik heb even een vraagje aan jullie beiden, maar eerst aan jou. Binnen het mbo, jullie zijn allebei mbo-studenten. Binnen het mbo heb je natuurlijk nu door corona problemen met het vinden van een stage. Een opleiding van 3 jaar of 4 jaar wordt waarschijnlijk 1/2 jaar verlengd. Hebben jullie in je omgeving of heb je zelf meegemaakt dat je door corona het vinden van stages moeilijker is geworden of niet? Hoe is jouw beleving? Wat heeft dat voor jou opgeleverd, de tweede lockdown? Of aan je vrienden? In principe, ik heb er zelf geen last van gehad. Want ik loop gewoon nog stage. Ik kan gewoon stage blijven lopen. Ik loop stage bij de Ethos, dus die blijft gewoon open. Andere studenten die hebben er wel last van gehad. Want we waren bezig. Nou, we zochten natuurlijk een stage. En veel van de winkels die deden gewoon wel makkelijker over. Omdat ze vonden van ja, wat jongeren en zo... En omdat ze toen ook zeiden van jongeren die catchen die corona minder snel. Dus sommige winkels hebben nog wel gedacht van oké, we willen stagiaires aannemen. Maar anderen dachten van ja, personeel. Ja, hoorden jullie mij? Ja, ik hoor jou, Jamie. Wat wij horen is dat het juist heel erg moeilijk is. Nee. Je hoort ons niet? Moeilijk, nou, ik hoor je, ja. Oh, oké, nee, dat het heel moeilijk is om een stage te vinden. Ja, het ligt echt aan naar welke winkel je gaat. Maar veel meiden in de klas hebben wel nog een stage kunnen vinden. En heb je ook vrienden of vriendinnen of kennissen gehoord die nog steeds moeite hebben met het vinden van stage? Of dat ze hun opleiding niet op tijd af kunnen maken? Of heb je daar... Ja, dat is sowieso. Nu met die lockdown kan je geen stage lopen. De mensen die natuurlijk een stage hebben, die de winkels niet open zijn. Dus dat is heel lastig. En het is nu allemaal een beetje zoeken wat ze moeten gaan doen om toch nog een opleiding te halen. Want als je geen stage kan lopen, ja, het is echt, stage is vaak wat jou, als het ware, ook heel zwaar, ook heel zwaar meetelt als examen. Dat ik niet haal, dat kan ik niet verder. Ja, maar zijn ze dan niet makkelijker op school nu, Jamie? Dat ze zeggen van dat bepaalde dingen niet te hoeven of dat je dat niet hoeft te doen omdat je het gewoon niet kan vinden? Ja, ik merk ze zijn nog allemaal een beetje zoekende wat ze moeten doen ook.
En het is natuurlijk wel makkelijker qua stof en zo, want ze zien wel van het is zwaarder om nu alles af te krijgen. Of je weet toch, mensen zitten echt nu een beetje in een soort van down dip. Omdat iedereen alles wil gaan doen. En energie en motivatie is echt laag. Dus ze denken daar wel aan. Maar het is nog wel zoekende van wat ze moeten gaan doen om bijvoorbeeld deze opleiding snel nog af te ronden. Ja. Even naar je sociale leven. Op welke manier heb je nog plezier nu? Op welke manier? Ik ben gewoon thuis alleen. Oh, thuis alleen, dat klinkt echt... Nou, verstoren. Een beetje. Gelukkig. Dus ik kan gewoon nog... Ja? Ja, soms val je even weg, Jamie. Maar maak je verhaal af. Op welke manier vul jij je dagen eigenlijk? Op welke manier heb je nog plezier in je dag? Dat was eigenlijk de vraag. Ik heb echt niks eigenlijk. Okay. Het is gewoon Netflix in bed. Nou, op een gegeven moment. Maar ben jij een jongen die zich echt aan de regels houdt? Ja, dat wel. Ja. Ik probeer wel gewoon de dingen te doen wat wordt gezegd. Maar om zo snel mogelijk er vanaf te komen eigenlijk. Ja, en is dat iets wat je van thuis uit meekrijgt? Of is dat iets uit jezelf? Ja, mijn moeder was er eerst heel erg bang voor. Ze zei van, weet je, gewoon streng. Ja, dankjewel Jamie. We komen zo nog bij je terug aan het einde van de show even, Jamie. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met Emmanuel gaat. Ja, je moet even je MB's opsparen, Jamie, want we maken alles op bij jou. Emmanuel, hoe ervaar jij het? Ook best wel zwaar. Is ook niet iets wat ik leuk zal vinden. Trouwens, echt een coole ambiance. Het lijkt wel alsof ik gewoon naar iemand van de... Hoe noem je dat? De dark web? Zo van, ik heb een boodschap voor je. Nee, dat is je studio, toch? Ja, dat is in mijn kamer. En hoe ik het ervaar, ik heb alleen online les. Ik ga één keer in de week naar school voor als je bijvoorbeeld een toets of examen moet doen. Voor de rest heb ik gewoon alleen online les. En door de week, als ik gewoon vrij ben, ga ik even hardlopen buiten. En dan ga ik weer naar huis, dus even een power nap nemen. En dan ga ik gewoon verder in de middag misschien, als ik zin heb, muziek maken. Of ik kijk dan een film of een serie. Oké. Maar Emmanuel, je maakt muziek, hè? En yes. je hebt natuurlijk inspiratie nodig. Op welke manier kan je nu nog iets bedenken waar je over gaat schrijven? Of gaat het dan hierover? Of misschien dingen die je mist? Op welke manier probeer je nu nog muziek te maken? Normaal heb ik soms een idee, maar heb ik nog niet de beat ervoor. Maar ik ben iemand, als ik bijvoorbeeld een beat hoor, dan improviseer ik erop. Dus het is niet van, ik ga een liedje schrijven vandaag over dit of dit. Het gebeurt gewoon, ja. Emmanuel, ik heb een vraagje. Even om mijn hersen te kraken, hè. Yes. Een stelling. Overheid moet of de jongeren verplicht laten vaccineren, of verplicht laten sporten, bewegen dus. Welke? Ja. Vaccineren of verplicht sporten? Ik denk verplicht sporten. Waarom? Ik denk niet dat de jongeren gevaccineerd willen worden. Denk je ik denk dat dat een heel probleem wordt. Maar laten sporten, ja. Weet je, iedereen zit thuis. Weet je, iedereen is een beetje, zoals Jamie net zei, in de dip. Ik denk dat iedereen het wel goed kan gebruiken nu. Is het dan, Lela zei net al, bang voor prikken? Of zoals Wieke zei, bang voor de theorieën? Ik weet niet welke het is bij jou. Dat is het. Of iedereen weet. Niemand weet wat erin zit. Niemand weet wat op je lichaam over een paar jaar bijwerkingen kan opleveren. En niet op jouw lichaam. Of misschien merk jij niks. Maar misschien later in de toekomst ga je een kind maken. En dat zit het in jouw kind zijn DNA. En die levert dan problemen op uiteindelijk. Het is wel diep. Ja. Het is best wel diep, ja. Maar zo denk ik er heel diep over. Dus, ja, het is fucked up. Maar, Ja, ik vind het wel mooi. Volgens mij zijn jongeren kritischer over die prikken dan misschien de ouderen. Want de ouderen zijn allemaal aan het voordringen wie als eerste prik krijgt. En jongeren denken meer van, oh nee, ik wil het niet. Is hetzelfde in jouw omgeving?
Ja, oh, mijn moeder is er zelf in eerste zegschat. Okay. En ja, van mijn broer en vriendin, daar weet ik nog niet echt zeker over. Ik heb er niet echt een gesprek met hen over gevoerd. Ja. Hey Manuel, hoe zou je dag er anders uitzien als dit er allemaal niet was? Ik denk dat ik net van school zal komen. Ja, ik zal in de sportschool zitten. En ik weet verder niet wat ik zal doen op dit moment. Ik denk dat het, ja... Om ik zeg, ik zal morgen nog stage hebben bijvoorbeeld en vrijdag. En dan zou ik weekend hebben. En uiteindelijk zou ik wel naar de club gaan, want ik mis het wel een beetje. Ik ben niet echt iemand die uitgaat, maar ik heb het niet wel echt nodig. Maar ga je niet naar een feest, een neef of een vriend van je belt van, hey, we hebben een feestje, zou je dan gaan? Nou, door de maatregelen ligt het eraan hoeveel mensen er mogen zijn. En als er, ja, zoals Ritter in het begin zei, van normaal mogen er 2 mensen op bezoek. Oké, maatregelen door versoepel, die mogen er 6. En dan kijk ik wie, ja. Dan ga ik wel als er 6 mensen mogen zijn. Maar als er meer dan dat is, dan blijf ik liever thuis. Maar Emmanuel, als een feestje met 6 mensen, vind je het toch niet leuk dan? Ja, wel, het ligt eraan met wie je bent. Weet je, als je met 1 vriend van je bent en die 5 is er, dan is er... Dus 2 jongens, 4 meisjes, dan is het goed. Inderdaad. Okay. Ik heb een vraag aan zowel Jamie als Emmanuel. Yes. Er zijn natuurlijk ook docenten, leraren die hierna kijken. Wat zou je aan hun willen meegeven? Waar moet een leraar of een docent zich aan houden, zodat ze meer rekening met jullie kunnen houden? Wat zouden jullie fijn vinden? Ja, wil jij eerst gaan, Jamie? Ik ben aan het nadenken. Ja, het is een beetje lastig. Wacht even hoor. Gaan we nadenken. Hebben jullie nog iets nodig van school wat je nu mist? Weet je wat het is? Nu we de hele tijd thuis zitten en is er ook heel veel druk op de leerlingen. Want er is geen stage. Heel veel zoeken stage. Maar dit is geen stage. En dan moet je bijvoorbeeld 336 uur maken. Maar ik kan geen stageplekje doen. Alles is dicht. Snap je? En ja, ik weet niet. Het is best wel veel druk. Ja, misschien een beetje meer begrip of zo. Voor alles wat we allemaal moeten doen. Dus we zijn allemaal heel zelfstandig werken. Ja. En heel veel mensen kunnen dat niet. Sommige mensen wel. Ja. Daar heb je een voordeel mee als je dat kan. Maar gewoon echt wat meer... Ja, begrip. Ik denk dat er wel begrip is, maar meer tonen. Ja, maar heb je het idee dat school het nog niet weet, Jamie? Dat zei je eigenlijk. Hebben jullie het gevoel ook bij leraren en school, dat ze ook nog niet, dat ze misschien nu eraan vasthouden, maar dat het elke dag kan veranderen eigenlijk? Ja, een beetje onzekerheid en zo. Ze weten niet zeker. Maar er moeten wel gewoon planningen en ideeën op tafel komen. Wat er ook besproken moet worden met ons, weet je wel? Ja. Hebben jullie ook allebei iets van deze rare tijd geleerd? Ja, best wel. Vertel. Ik heb mezelf ook beter leren kennen. Ik heb ook vrienden verloren die niet echt supportive waren in mijn leven. Die niet echte vrienden waren, dus dat soort dingen heb ik wel meegemaakt. En ja, heb ik ook wel van geleerd. Ja, dus dat is een soort van stil in het leven, dus je ziet het in één keer alles gewoon op een rijtje staan als het ware. En dan kan je alles heel goed zien van wat er allemaal gebeurt in je leven en zo. Dat is wat ik zelf heb. Weet je wat het ook is? Voordat school begonnen was, want volgens mij was het zomervakantie, was er ook lockdown. En op een gegeven moment, je zit thuis, maar op een gegeven moment heb je tijd voor alles. Mm-hmm. Dus als je een serie wil kijken, die 8 seizoenen heeft, 24 episodes per seizoen en 40 minuten duurt, go ahead, snap je? Mm-hmm. Het is niet van, morgen moet ik dat af. Weet je? En je slaapritme gaat op een gegeven moment ook verkeerde kant op. Je gaat 7 uur 's ochtends naar bed, word je 6 uur in de avond weer wakker, ga je iets zoeken om te eten, ga je weer iets aan het doen, weet je? Het is een beetje, ja... Mm-hmm. Oké, laatste, hele, hele persoonlijke vraag. Yes. Welke Netflix-serie zou je als tip geven? Oh. Wauw. Moet ik even voor je kijken, hoor. Wauw. Ik heb een serie, wat is niet op Netflix, maar... mag je ook noemen, ja. Power.
Ja, 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 daar ben ik ook mee bezig. Ja, ja, ben ik mee bezig. Alleen ik probeer, ja, omdat ik niet op Netflix sta, moeten we op allerlei illegale manieren proberen die serie toch. Ja, daarom. Dus we kunnen geen websites geven aan Manuel, maar je moet hem even zelf googlen. Maar dat is een goede serie. Klopt, weet je. Ja. En jij, Jamie? Ja, ik was bezig. Ik ben nu weer bezig met, school. How to get away with murder. Ik zit daar een soort van in. Duister, oké. Ook een documentaire, toch? Duister. Volgens mij een documentaire van hoe je moord hebt omzeild of zo, toch? Daar gaat het over. Ja. Ja. Wauw. Is goed. Oké, we zien jullie aan het einde nog even in de Zoom. Dankjewel voor jullie antwoorden. Thanks. Amen. Ja, we hebben... Ik zie twee boys aangeschoven in de studio. Ja, twee... eigenlijk Mees Yassine, Mees Emin Junior, denk ik. Of niet? Is dit de zijn toekomst? Ook... Okay. Ja, ja, maar om ze echt te kunnen voorstellen... hebben we volgens mij een klein filmpje... die we nu kunnen laten zien wie deze boys zijn. Het is echt niet prettig. Het was niet goed, man. Nee. Wat ik dacht was goed, man. Ja, in het Engels is... Yes. Oké. Okay. Plak daar eens een E voor. Ice. Yes. Nee, wat is ice? Ice is ice. Nee. Hallo, ik ben Imet. Hallo, Imet. Met wie bent u? Ik ben Sylvia. En ik... Siep. Siep, oké. Okay. Zet daar eens even een E voor. Oh, yeah. Wat? Ik ben die naam vergeten. Lamborghini of zo'n paus kan. Rockstar. Van? Van Juice WRLD. Van? Juice WRLD of zo. Oh my god! De trein van Heemskerk naar Beverwijk rijdt in 1 minuut 30. Van Beverwijk naar Heemskerk duurt het 90 seconden. Hoe kan dat? Wat is 3 plus 3 keer 3? 3 keer 3 plus 3. Dat is 9, 27. 27? Ja. Is dit gewoon een beetje volwassen mensen in de wacht? Ik zie jou echt helemaal. Goed, hij haakt even af. Ja. Boys, wie zijn, hoe oud zijn jullie, welke school zit, waar komen jullie vandaan? Ja. Ik ben Cedo, ik ben 15 jaar oud. Ik zit op het Kenmo College beroepsgericht. En interview op straat. Op het kanaal van Domme Vragen. Ja. Dus dat wel een ik beetje. Ik zag het net, man. Ja. Ja. Wie hebben we nog? Ik ben Jem, ik ben 14 jaar. Ik zit ook op school Kennen mijn college beroepsgericht en ik zit in leerjaar 2. En ook domme vragen presentator. Zijn jullie begonnen toen de lockdown kwam? Zijn jullie al langer bezig? Het account is gemaakt op 23 juni, als ik het goed heb. En gelijk in die week zijn we begonnen met opnemen. Ja. Dus, creatieve idee tijdens corona, toch? Of niet? Ja. Uitverveling. Ja. Uit verveling. Ja, we moesten wel iets doen. Even kort, het was op YouTube-kanaal Domme Vragen heet het. Ja. Oké. Nou, ik ga even vragen. Hebben jullie ook domme vragen voor ons? Ja. Even, want ik heb voor Emin heb ik wel een domme vraag. Ja, ik zou ook hem nemen, want hij is de grootste kans dat het misgaat bij hem. Wat gaat omhoog en nooit meer naar beneden? Wat gaat omhoog en nooit meer naar beneden? Ja. Leeftijd, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. Jouw beurt. Ja, nee, je moet echt vet lang nadenken. Voor u. Ja, oké. Wat is 16 min min 16? 16 min min 16 is toch plus 32 dan, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Zie je? Ja, ik ben wel snel. Nee, jullie zijn wel scherp. Jullie zijn wel scherp. Thanks, dank je. Ja. Nice, we hebben leerlingen die ons elke dag in de maling willen nemen. We moeten wel scherp zijn. Ja. Jullie hebben heel veel dingen gehoord, hè? Ja. Net in de show. En jullie ook natuurlijk de persconferentie... Volgen jullie dat dan, zeg maar, als de persconferentie bezig is? Ja, zeker. Af en toe ben ik wel op training, maar dan hoor ik het achteraf wel gewoon een beetje op de media. En hoor ik het wel gewoon op de media. Ja, maar hoe komen jullie aan je informatie over welke regels er zijn, wat er moet gebeuren? Op welke manier krijg jij die informatie? Of ik kijk het zelf, of ik krijg het gewoon door de media. Gewoon door vrienden. Oh ja, er is weer een lockdown tot 9 februari en alles is weer dicht. Winkels gaan nog niet open. Scholen gaan misschien wel open, maar dan is het weer met 1,5 meter afstand. En ik denk dat het wel een beetje moeilijk gaat worden. Ja? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, maar op school 1,5 meter, dat was al eerder, hè? Je hebt het al eerder meegemaakt. Hoe ging dat? Sommige leerlingen hielden zich aan, maar niet heel veel leerlingen hadden gewoon 1,5 meter afstand. En nu, de tweede keer? Dat gaan we zien, ik weet het echt niet. Doe jij het wel? Jazeker.
Altijd? Ook buiten? Nee, buiten niet. Oké, met vrienden onderling? Nee, dat, vrienden onderling niet. Maar als ik gewoon mensen zie lopen, dan loop ik gewoon om. En niet langs hun. Ik heb afgelopen keer ook op het nieuws gezien dat er heel veel jongeren, waar jullie ook vandaan komen, die kwamen in opstand met het vuurwerkverbod, et cetera. Ja. Wat gebeurt nou allemaal, jongens, eigenlijk? Wat willen de jongeren nou? Daar zijn we eigenlijk ja, niet naar bezig. Ik denk dat de jongeren gewoon wraak willen nemen. Zeg maar, ja, ja, misschien een beetje grof gezegd. Alleen het is... ja, het is van... De kinderen willen altijd gewoon... Elk jaar is gewoon vuurwerk. En door corona is er dan geen vuurwerk. Dan denken de kinderen van... Ja, oké, okay, we begrijpen dat er corona is. Maar je kan niet zomaar... vuurwerk kan je niet schrappen. Mm-hmm. Dat kan je zeg maar niet doen. Dus ik denk dat er daardoor kinderen... Zij gaan rellen en ja... Ik had ook Velsen Noord en zo had ik al gezien op het nieuws. Mm-hmm. Ja, dus ja, dat denk ik wel. Ja, wat hebben jongeren gezegd over Oud en Nieuw? Wat hebben ze in jouw omgeving gezegd? Oud en ja, ze zeiden bij mijn vrienden, zeiden ja, ze hebben al alles afgepakt. We mogen niet dat. En dan pakken ze ook nog vuurwerk van ons af. Ja, dan gaan ze natuurlijk protesteren met vuurwerk. En dan loopt het uit de hand. Ja. Is dat net wat Wieke net zei, dat er dan ineens nog erger dingen worden verkocht dan dat er eigenlijk eerst was? Ja, zeker. Ja. Heel veel illegale vuurwerk. Ja. Ja? Ja. En zijn jullie dan ook jongens die daar mee hebben gedaan, zeg maar? Nee. Nee, denk ik niet, nee. Nee? Nee. Maar wat willen de jongeren nou? Hoe kunnen wij als mensen, als volwassenen, als leraren, als overheid jullie tegemoetkomen? Wat hebben jullie nou echt nodig? Wat zouden jullie echt willen in deze tijden? Welke oplossingen zouden moeten komen? Kijk, het is niet 1, 2, 3 dat als opgelost kan worden. Maar wat zou helpen? Wat denken jullie? Wat zou helpen? Poeh, ja, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Want in deze tijd gaat niet alles... ja, inderdaad, gewoon 1, 2, 3, dat gaat niet alles. Want ja, ik zal denk niet weten. Wat hoe zou het zijn als bijvoorbeeld jullie zijn, naar mijn mening, wel rolmodellen voor jongeren? Heel veel jongeren kijken naar jullie op, ook met jullie YouTube-kanaal. Ja. Kan daar niet een samenwerking worden gemaakt dat jullie het rolmodel of boegbeeld kunnen worden van de jongeren van hoe we deze lockdown kunnen uitspelen bij wijze van, net als voetballen, uitspelen? Ja, ja. Het is, wij als domme vragen, zeg maar, we zagen al zoiets aankomen. We dachten van... ja, lockdown, mensen gaan vervelen. Mensen gaan helemaal, zeg maar, ja, ze gaan thuis zitten, niks doen. Wij kwamen zeg maar met het idee van laten we gewoon een YouTube-kanaal starten. En wij twee dachten gewoon, ja, we starten het, maar dan wordt het misschien wel gewoon alleen in de buurt wordt het misschien wel gewoon gekeken, max 50 weergaven en weet ik veel wat. En ik zei tegen Jen van, beter gaan we gewoon beginnen, want ik heb ook al een cameraman. Die heet Sjors. Hij kan ook gewoon heel goed editen en hij maakt het altijd wel grappig. Dus Jam zegt, is goed, laten we het gewoon doen. En opeens, eerste aflevering wordt er binnen een uur al meer dan 500 of 200, 300 keer bekeken. En even terug, Sjors is een vriend van jou, is een leerling dus, die ook alles voor jullie edit. Dus eigenlijk zijn jullie dit allemaal als jongeren op eigen kracht in gestort. Mooi. Gewoon helemaal uit het niets. En het was ook lekker weer, dus we dachten, nou, als we gewoon gelijk beginnen. Maar het was niet als planning van, we willen ineens echt groot gaan worden of weet ik veel wat. Dat was het echt totaal niet. Het was gewoon, blindelings eigenlijk. Het is zomaar uit het niets zijn en we het gekomen. Werkt. Ja, en het werkte zomaar. Mensen zeggen, echt leuke filmpjes. En ja, mensen vonden het leuk. Dus, maar eigenlijk is dat een tip voor misschien andere jongeren, toch? Ja, zeker, zeker. Gewoon... Uit het niets moet je gewoon beginnen. En je moet het leuk iets vinden. Iets gaan ondernemen. Ja. Ja, want we hoorden inderdaad net in de Zoom van... je hebt heel veel dingen om over na te denken nu. Ja. Je bent niet jong. Er is een tijd om misschien stil te staan. Nou, Emmanuel zingt dan en de songwriter. Ja. Eigenlijk is het ook een tijd om gewoon iets... te creëren. Ja. Ja, je moet gewoon... Ja, wij vonden het allebei leuk en we dachten, ja... Terwijl we gewoon zoveel dingen samen doen, dachten we... Nou, anders moeten we niet iemand anders gaan... Ja, inlichten of zo. Dachten we doen het gewoon lekker met z'n tweeën. En je hebt genoeg tijd. Ja, daarom. We hadden ook genoeg tijd. En, Weet je wat het mooie is? Alles begint bij proberen. Ja, en
Dat is ook de moeilijkste. Jullie hebben het geprobeerd en is jullie gelukt. Ja. Maar ik denk dat dit nog het begin is van iets moois, Jam. Wat denk jij? Ik hoop wel dat het uit gaat breiden. En wat hoop je te bereiken? Stel je voor, er zijn een aantal mensen die in de YouTube bezig zijn of die heel graag met de jongeren in aanraking willen komen en die zouden jullie willen helpen of supporten. Wat hebben jullie nodig? Ik denk tips en ja, wat we nog beter kunnen doen vooral, want ik vind dat we het goed doen. We worden ook goed bekeken. En ja. Zeker. Met wie zouden jullie willen vloggen of een aflevering willen maken? Jezus, ja, ik zie, er komt wel een bekende persoon, zeg maar. Meestal in onze buurt. Hij heet Gio. En ik kijk af en toe wel zijn vlogs. En ze is gewoon een leuke jongen. Doet gewoon zijn best, zeg maar, voor zijn kijkers. Mm-hmm. En terwijl hij toch even in de buurt is. Is dat die bekende Gio? Ja. Is dat met 16 jaar? Ja. Of hem gaat het dus altijd? Ja. Maar ik vind hem gewoon een goede YouTuber. Ik volg het ook nog, hè? Echt? Ja, ik weet niet waar het om gaat. Nee. Ik zit nog in hun leven hier ook. Dus een YouTuber die gaat met een meisje, Jade. Jade Forever, als het goed is. Of Forever Jade. Maar zij woont dus ook in Heemskerk, als het goed is. En en die gaan dus samen. En dan Gio gaat er af en toe wel eens naartoe. En dan denk ik van, het zou wel leuk zijn om een keertje met hem een filmpje op te nemen of zo. We gaan dit fragment even knippen en dan taggen we even Gio erbij. Kijken of hij gaat reageren. Ja, ik hoop het. Gaan doen. Ik hoop of je wacht hem gewoon op en dan klem je hem gewoon. Ja, want als het goed is rijdt hij altijd langs mijn huis. Dus ik heb hem nog nooit gezien. Ja. Hopelijk. Wat wil je uiteindelijk? Wat hebben jullie nu in deze periode over jezelf geleerd wat je later wil gaan doen? Ja, het is dat ik zeg maar meer in de media wil duiken. Het lijkt me echt wel leuk. En bijvoorbeeld mensen, ik wil zeg maar dat mensen gaan zeggen, oh kijk, dat is Cero van dat kanaal. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En dat vind ik echt gewoon leuk om te doen. En gewoon, ik vind het ook echt leuk. Ja, je doet nu iets waar je plezier in hebt. Naast dat je misschien anders thuis zit en school alleen. Zeker. Oké. Okay. Ja. Ik heb dit, als het goed gaat, dan heb ik dit wel tot later, maar niet echt goed als het als baantje. Ja, daarom. Je zou iets anders willen doen? Ja. En dat is? Nog geen idee, maar niet in ieder geval alleen maar YouTube. Daar ben ik niet alleen geïnteresseerd. Je gaat niet wedden op één manier. Maar stel, als het lukt, dan willen we sowieso wat doorgaan. En we zijn niet eens een jaar bezig. En nu al meer dan 1000 abonnees. Dat, dat heeft ons wel een beetje geholpen, heeft ons wel een beetje gemotiveerd. Hoe wordt dit op school ontvangen, jullie school, YouTube? Ja, op school wordt het echt leuk ontvangen. Docenten kijken er wel eens naar. En het wordt echt gewoon, mensen zeggen, weer een leuke video en zo. En neem volgende keer daarop, want het is echt gewoon geweldig. Dus jullie krijgen ook echt support van school? Ja, zeker. Ja, heel mooi. En wat hebben jullie zelf van scholen nodig om, als je even kijk dat deze lockdown 3-4 maanden gaat duren, bij wijze van. Ja, jij gaat echt van het erg. Jij bent gewoon. Worst case scenario. Nee, maar wat zouden jullie dan nodig hebben van scholen? Als het gaat om online les, als het gaat om. Het is. Kijk, ik vind het heel vervelend dat we online les hebben. Want, je kan misschien wel uitslapen en dan tegen je leraar zeggen van, ja, sorry, ik kwam niet in Teams of weet ik veel wat. En dan zegt diegene, is goed. Maar op school, als je naar school gaat, heb je een vaste tijd. Als je te laat komt, ben je te laat. Maar online maakt het niet heel veel uit. Zeg maar, dan kan je jezelf eronder nog gewoon weghalen. Maar op school vind ik het zeg maar veel beter. Kan je meer doen, leer je ook meer. Want het is wel, als je online bent, dan lig je gewoon lekker in je bed, telefoon ernaast, lig je gewoon lekker op je kussen. Ja, je bent meer afgeleid dan op school. Ja, zeker. Je bent echt meer afgeleid. Weet je welk trucje ik daarvoor heb als ik online les geef? Ik geef om de 5 à 8 minuten aan mijn studenten een codewoord die ik zeg. En die moeten ze dan in de chat gaan tikken. En als ze het niet tikken, dan absent. Ja, dat is een goeie. Ik zal jullie eerlijk zeggen, vandaag was er een vergadering en toen zeiden collega's van mij, andere leraren, van we moeten ook een beetje rekening houden, want ze hebben het niet makkelijk thuis en het is ook moeilijk voor hun. Eigenlijk zei ik tegen ze van, we moeten niet zoveel medelijden met ze hebben. Ik vind juist dat je nu, en dan ben ik een soort van misschien even de duivel, zeg maar. Ik vind juist dat je hoge verwachtingen moet blijven hebben. Ik vind juist dat je moet verwachten van
Ze moeten op tijd opstaan. Ze moeten actief meedoen. Je moet het ook leuk voor ze maken. Ik moet de les ook leuk maken. Maar ik vind juist dat we niet moeten zorgen dat jullie te veel achterover gaan leunen. Ja. Maar dat jullie juist weten van, we hebben hoge verwachtingen. Zodra we beginnen, gaan we gewoon net zo hard weer verder. En dat je juist iets moet doen met die tijd. En ik denk dat jullie het hartstikke goed kunnen. Is dat heel erg als iemand dat dan tegen jullie zegt van, hé jongens, ik verwacht jullie gewoon op tijd en we gaan dit maken. We gaan echt gewoon een uur leuk en vol bezig zijn. Ja. Nou, voor mij is dat niet heel erg. Maar zeg maar, op vele scholen, dan zeggen ze bijvoorbeeld wel camera aan en zo. Ja, doe je dat? Nee, bij ons op school gebeurt dat niet. Okay. Docenten zouden er wel over. Ze zouden wel overleggen, maar nog niks van gehoord. Of, want dat is wel het beste, camera aan. Oké, af en toe is het wel vervelend met je ochtendhoofd, maar eenmaal, andermaal. Het hoort er eigenlijk wel een beetje bij, want anders lig je gewoon lekker in je bed. Ja. En let je ook niet op. En dan kom je op school, bijvoorbeeld, en dan zeggen ze van, dit moet je ingeleverd. En dan denk je, dat wist ik helemaal niet. Merk je dat de school nu ook zwaarder wordt, nu er online les wordt gegeven? Dat je denkt van, oh wow, ik ben even de draad kwijt? Ja, zeker. Ja. Dat heb ik wel echt. Af en toe denk ik, oh, wat moest ik nog maken? En dan gebeurt dat weer last minute eigenlijk. Dus je hebt gewoon eigenlijk persoonlijke begeleiding en aandacht nodig? Ja, zeker. Jam, hoe vaak spreek je bijvoorbeeld je leraar of je mentor nu? Mijn mentor 1 keer in de week. En docent gewoon elke dag. Als je online les hebt, dan je moet gewoon opletten. En heel veel mensen, ik heb het ook geleerd in de eerste lockdown, dat je heel snel wordt afgeleid tijdens de online lessen. Dat je niet gaat opletten. En voor de rest, in deze tweede lockdown, dan leg ik bijvoorbeeld, ik leg mijn telefoon gewoon achter mij. Ja. Want ik wil dan goed opletten, want ik heb het geleerd wat ik moet doen bij de eerste lockdown. En Je bent een soort van lockdown-profs al geworden. Ja, ik weet wat ik kan verwachten, want ik heb het al een keer meegemaakt. Dus ja. Heb je hetzelfde niveau alsof je op school bezig bent? Ben je precies zo gelijk bezig, denk je? Jawel, maar je krijgt wel meer werk, omdat je op school krijg je lesmateriaal en dan krijg je daar nog huiswerk. Maar online lessen krijg je het lesmateriaal en huiswerk in één. Dus dat moet je van alle vakken, moet je dat misschien binnen een week afmaken. En dat gaat soms niet goed bij andere kinderen. Heb je hulp? Ik? Nee. Ja, als ik het wil, kan ik het vragen, maar ik hoef het op dit moment niet. Nee, helemaal zelfstandig. Ja. Ik zou graag even naar de Zoom-gasten willen gaan. Dat zijn 2 mbo-studenten. En hier aan tafel hebben we 2 VO-leerlingen. Hebben jullie tips voor deze boys? We beginnen bij Emmanuel. Ik weet ook waar het over heeft. Dat je niet gefocust bent in de lessen. En ja, ik ben daar ook heel erg mee aan het dealen. Dat is wat heel lastig voor mij. Maar tips op dit moment heb ik nog niet gevonden, dus nee, ik kan het niet, of jullie kunnen niet. En als je kijkt naar de ambitie van deze 2 boys, zou je ooit in de toekomst met deze heren willen samenwerken? Tuurlijk, waarom niet? Kijk. Maar ik denk, Emmanuel, je zei in het begin wel wat. Volgens mij het feit dat je bijvoorbeeld elke dag opstaat en gaat sporten, en dat wel belangrijke dingen zijn, dat je een bepaald ritme blijft houden. Ja, anders ben je op een gegeven moment helemaal zo suf. Weet je? En als je sport, ben je actief. Wat gaan we vandaag doen, hè? Maar je bent nog steeds binnen, dus je kan niks doen. Maar als je in beweging blijft, ben je nog steeds actief. Niet van suf. Ja, maar misschien datgene wat jullie hebben gezegd, Emmanuel. Stel je zegt van, weet je wat, ik sta 7 uur op, ik ga sporten. 9 uur ga ik mijn lessen volgen. 2 uur ga ik serie kijken. En van 6 tot 9 ga ik gewoon aan mijn muziek zitten of aan mijn video's. Ja. En volgens mij kunnen jullie dan met iets heel moois hebben over 2-3 maanden. Ja. En dan heb ik het over en een gespierd lichaam en mooie muziek. En snap je? Dus volgens mij, als ik jullie een tip zou moeten geven, is van, jullie maken video's, gebruik die tijd, jij maakt muziek, gebruik ook die tijd, werk aan jezelf. En Jamie zei net al, je leert dingen over jezelf, zodat je hopelijk ook daarna sterker, weet je, alles wat je niet doet, maakt je sterker. En als je nooit pijn kent, dan heb je het nu. En daarna kom je volgens mij veel, veel flinker uit de verf dan als je dit niet had meegemaakt. Dus ik hoop voor jullie, mijn tip voor jullie jongeren is van, gebruik de tijd op een of andere manier. Dat doe ik ook. Ja. 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 Ja.
Ja, Jamie, en jij naast jezelf opmaken, andere tips? Nee. Nee, ja, hallo. Sorry. Nee, dat is nou weer. Nee, even, als ik jullie was, zou ik gewoon ritme erin houden. Dus ook al begint je les om 10 uur, gewoon standaard bijvoorbeeld 9 uur opstaan, weet je? Gewoon jezelf voorbereiden. Was het maar gewoon ritme erin. Ja. Dat zou ik toch minder. Ja, dus het klinkt echt vervelend, maar het is wel beter voor jezelf. En Jamie, wat als het even slecht gaat? Je zit even in een dip, want kijk, bij het mbo merk je er wat meer van. Bij vmbo weet je het nog niet van, hey, ik zit even in een dip. Hoe kan je daarmee het beste omgaan? Nou, ik ga er eigenlijk best mee om gewoon in gesprek te gaan. Vaak gewoon of met vrienden of met mijn moeder of zo. Maar mijn moeder heeft toch altijd die boost van, weet je, even doorzetten en dan ben je er vanaf. Dat is het eigenlijk. En dan moet ik gewoon even nog een keer horen, want ik heb het in mezelf wel. Maar als ik dan in een dip zit, dan denk ik daar niet aan, weet je. Dus als ik het nog een keer hoor, dan gaat het vanzelf wel een beetje weer werken in mijn hoofd. We gaan naar de laatste vraag. Ik heb voor jullie allemaal een vraag. Aan wie heb je de meeste steun in deze tijd? Dus aan wie heb je de meeste steun in de afgelopen periode gehad? Wie is voor jou iemand naast je of in de buurt waarvan je zegt van oké, die houdt me op het juiste pad? Ja, wie houdt me op het juiste pad? Op wie kan je steunen, op wie kan je leunen? Ja, het is wel een moeilijke vraag, want... Ja. Doen we net in de klas, kom ik zo bij je terug, denk ik. Ja, is goed. Bij mij, mijn vader, als ik echt niet iets snap of zo, dan helpt mijn vader mij gelijk. Ja? Dan vraag ik het ook, ja. Okay. En je moeder? Mijn moeder niet. Mijn moeder kan geen Nederlands. Oké. Daarom kwam ze. Maar je vader is voor jou een steun? Ja. Oké. Okay. Dus we zijn op de... Of weet je het dan? Ja, ja, ja. Okay. Ik denk, gewoon van mij... ik denk mijn zus. En gewoon een vriend van mij. Mees. Ik denk wel... dat ik met hem gewoon af en toe kan bellen, toch? Wanneer het even gewoon niet mee zit. Of even een schoolopdracht of zo. Of bijvoorbeeld, stel hij moet nog even wat doen. Kunnen wij nog altijd gewoon bellen. Ja. En bij mijn zus, stel ik snap iets niet of zo. Dan legt ze dat het goed uit. Klaar. Ja, oké. Ja. Emmanuel, voor jou? Dat was de vraag, of een keer. Aan wie heb je heel veel steun in deze tijd? Mijn moeder. Op dit moment ook. En mijn moeder. Ja. En op welke manier voel je die steun? Om sterk te blijven. Weet je, what's next is next. Ze steunen me ook meer in mijn muziek, heel erg. Ze blijft je pushen. Ja, sowieso. Als ik er niks van wachten, als ik direct stoppen. Okay. Goed zo. Kijk, goede moeder. Jamie, voor jou? Ja, mijn moeder ook. Familie en vrienden heb ik, ja. Ja, zit ze een beetje achter je aan? Sorry? Zit ze een beetje achter je aan? Ja, dat is sowieso. Oké. Okay. Wieke, wie is het voor jou? Moeder. Leila? Jezelf? Ja. Wauw. Amy, voor jou? Ja, ik denk ook moeder, broertje, familie en jij. Nou ja. Oh. Ja, ja. Ik had hem niet in mijn hoofd, dus nu moet ik ook zeggen. Nee, grapje. Nee, ik heb gewoon mijn gezin op wat ik leun. En gewoon het plezier. Oké, Emin. En Emin. Nee. Heb je een beetje idee gehad vandaag hoe jongeren nu omgaan met de lockdown? Ja, zeker. Kijk, weet je wat het is? Wij zijn al volwassenen, maar we moeten ook wel weten... Kijk, onze jongeren zijn ook niet van steen. Ze hebben gevoelens, ze hebben emoties. En als jij hun begrijpt, zullen zij hen ook jou begrijpen. En ik denk dat als je met hen kan levelen... vooral in deze tijd waar we in dezelfde boot zitten... dan kunnen we samen het verschil maken. Rekening houden met. Maar ook echt gewoon vragen hoe het met de leerling zelf gaat... of met de student zelf gaat. 9 van de 10 keer wordt dat gewoon wel gevraagd... maar niet op een manier van, oké, ik voel je... Maar als je echt geïnteresseerd de hart raakt van de leerling of student... dan kan je heel veel mooie dingen doen. En dat kwam eigenlijk ook vandaag indirect uit. En laat ze ook experimenteren. Want talent zit bij iedere leerling of student.
en push ze gewoon om zeg maar een sprong in diep te nemen. Dat is wat ik heb begrepen. Ja, ja, inderdaad. En alle tip voor jongeren die kijken. Weet je, maak gebruik van de tijd die je nu hebt in moeilijke tijden. Je hebt genoeg reden om misschien niet aan de regels te houden. Maar je hebt ook heel veel reden om je misschien wel aan de regels te houden. Jullie willen Cedo, Jam, Emmanuel, Jamie, Wieke, Leila bedanken. En jullie ook bedankt voor het kijken naar Education. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Volgende week gaan we in gesprek met schoolleiders. Ja, hoe zij met corona omgaan. Ja, en dus gaan we echt weer terug naar de scholen en bevragen we eigen schoolleiders van hoe geef je nou leiding in een tijd van onzekerheid, met al het nieuws, met jongeren die iets willen, docenten die iets willen, de regering die iets wil. En allemaal eigenlijk voor deze jongeren om die een juiste en mooie toekomst te geven. Ik ben Yasin Jaylalle. Samen met Emin Kesesi wens ik jullie nog een fijne avond. Fijne avond. We'll be right back.